Een van de eerste dingen die we natuurlijk willen doen in PDQ is het toevoegen van bestanden. Zonder bestanden valt er niks te printen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen en we zullen elk van de verschillende manieren nu laten zien. Als eerste schakel ik even om naar een view waarbij u zowel mij als het scherm ziet. Er zijn een aantal knoppen hier bovenaan in de menubalk. De eerste slaan we even over instellen. Dat is een, ja, dat is wat lastiger, dus dat wordt even een aparte video. Waar we nu naar gaan kijken is het toevoegen van bestanden. Dus de eerste optie is gewoon klikken op de plus. Dan wordt er een browser geopend en u kunt naar de plaats gaan waar uw bestand gaat, het bestand kiezen en het bestand laden. Dan wordt het geladen op het formaat waarop u het heeft bewaard. Dus in dit geval wordt het een bestand van 40 cm breed, 400 mm. Dat is de eerste methode. De volgende methode is het bladeren naar een bestand. Bij bladeren wordt er een media browser geopend. Daar kunnen we allerlei dingen gaan bekijken, waaronder de Aperture en de iPhoto library. Of onderaan de desktop pictures of user pictures. Ik heb al eventjes een test PDQ mapje gemaakt. Als ik een foto hier vandaan wil printen, kan ik hem slepen naar het interface en laten vallen. En ook die wordt er netjes toegevoegd op de maat waarop die is opgeslagen. De volgende methode is een cloudprint toe te voegen aan PDQ. Ik zal het even laten zien, maar er is wel een specifieke video over cloudprinters en PDQ. Omdat dat eigenlijk een uitbreiding is op PDQ voor diegenen die een online printservice willen starten en PDQ als workflow willen gebruiken voor die online printservice. Dus ik laat heel even zien hoe we een bestand kunnen downloaden wat al gegenereerd is als opdracht aan de printservice provider. Dus we hebben hier ToneJobs, we hebben een ID voor onze shop en een password dat erbij hoort. Als we dan kijken naar de jobs die er staan, dat is er eentje, dat is deze. Als ik zeg download, wordt het bestand gedownload en toegevoegd aan de wachtrij. En we zien dat het bestand nu op het formaat waarop het besteld is, dus 450 mm breed, wordt geladen en met de instelling van het materiaal waarop het geprint moet worden. Dus op deze manier kunnen we heel simpel een job toevoegen aan een wachtrij die besteld is door iemand online. De laatste methode die ik laat zien is eventjes met de interface iets naar beneden geschoven. Want dat is het werkelijk verslepen van bestanden op de interface. Dus ik kan hier een bestand oppakken of meerdere uiteraard laten vallen op de interface. En ook dan wordt het bestand netjes toegevoegd aan de wachtrij. Dus dat zijn de meest voor de hand liggende methodes. Dan is er nog één methode die niet getoond is en dat is via hotfolders. Maar voor hotfolders en droplets is er een specifieke video. Dus die slaan we hier nu eventjes over. Dus tot zover het toevoegen van bestanden.